Het is inmiddels volop herfst, dus het is gewoon tijd om bokbier te drinken. Nou zitten we natuurlijk wel met een beetje een warme herfst, wat ze dan noemen een Indian summer. Maar nou ja, goed, weet je, de bokbiertjes, ik vind ze inmiddels bijhoren, dus ik ben al lekker aan het proeven geweest. En eigenlijk kom ik weer tot dezelfde conclusie, die mooie traditionele ondergistende bokbieren. Een heel mooi voorbeeld, gewoon verkrijgbaar bij Appie en Mitra, noem maar op, is die van Gulpener. Top. Hooggistende, ook heel lekker, maar ik denk dat snel, die komt in de buurt van een dubbel. Niet verkeerd hoor, maar is gewoon, ja, weet je, traditioneel bok. En dan heb je natuurlijk ook gewoon de bokbieren. Ja, daar hebben ze gewoon aan zitten sleutelen en draaien en dingen aan toe zitten voegen. Ook lekker, maar ja, ik vind het toch altijd een beetje licht dubieus. Deze, bijvoorbeeld, van Hoop. Zoals je ziet, dan hebben we het over een Awesome Autumn rumbok. Ja, weet je, bok en rum en er zit ook een tikje vanille in, zeggen ze. Ja, gaat dat hem dan zijn, hè? Aan de andere kant, we kunnen het natuurlijk ook gewoon gaan proberen. Dus wat we hier hebben is een bokbier met een vleugje rum en een klein beetje vanille. Van brouwerij Hoop uit Zaandijk. Wat ik dan weer grappig vind, is dat ze meteen, zoals je hier ziet, een mooie suggestie geven waar je het mee kan eten. Bittere chocolade en Blue Stilton. Nou, een hoop informatie op het flesje, vind ik toch ook wel echt wel een voordeel. En als ik even kijk, daar zit er dus echt ook Madagascar vanille en rum in. Maar ja, misschien zijn het wel mooie toevoegingen, wie zal het zeggen? Nou, allereerst even kijken en wat je vooral ziet is dat er een mooie bruinige karamelachtige kleur ontstaat. Met een lichtbruine schuimkraag. Ziet er allemaal gewoon heel mooi uit. Ja, kijk, ziet er mooi uit. Licht rode gloed erin, hou ik wel van. Geur. Ja, ik ruik wel echt dat... Ja, wat je bij bokbier veel hebt, een beetje die karamelgeuren, een beetje dat moutige. En ik ruik een heel klein beetje een zoetje. En dat zoetje, dat is iets anders dan gemiddeld. Dat zou dan wel een beetje die rumachtige of vanilleachtige tonen kunnen zijn. Maar in de geur kan ik het nog niet zo ontdekken. Maar de smaak... Dat is wel echt lekker. Het is wel een beetje dat, ja, heeft wel iets traditioneels. Zit er echt wel in. Alleen dat twistje erin, rum, dat proef je wel een beetje. En vooral ook die vanille. Maar het is nou niet dat je nou echt zegt een bak vanille erin. Of weet je, je hebt wel eens van die bieren een hele laag vanille overheen. En dit er niet. Dit heeft een mooi subtiel vanille vleugje. Klein beetje rum erin. Kijk. Deze mannen van brouwerij Hoop, die hebben niet het mijn favoriete boekbier gebrouwen. Maar eerlijk gezegd dacht ik, nou ja, weet je, ik doe er eentje om te proberen. Maar die ga ik denk ik niet nog een keer kopen. En dat klopt niet. Deze ga ik nog een keertje kopen. Niet zo heel veel, maar dit is toch eigenlijk wel een hele leuke variant. Je hebt echt subtiel... Dat een beetje dat vanille erin komt. Een beetje zo'n ondertoontje van rum die er gewoon even zo lekker rustig doorheen komt. Maar verder is het eigenlijk gewoon een hele mooie klassieke bok. Niks te zoet. Ik zeg, die ga ik echt nog een keertje kopen. Ik heb hem in ieder geval gezien bij de Mitra, maar ook bij Beerwolf. Bij de Appie staat hij ook. Dus hij is ook nog goed te verkrijgen. Van Brouwerij Hoop. De Awesome Autumn Rumbok. Ik ga er met deze mooie Indian Summer-achtige weer en temperatuur nog even lekker van genieten. Proost op een mooie herfst.